In Wijchen wordt hard gewerkt aan het opzetten van een goede windenergievoorziening. Wind in Wijchen is de eerste initiatiefnemer en begon in 2014 met een plan om windenergie op te wekken naast industrieterrein Bijsterhuizen. Om het plan uit te voeren moet er voldaan worden aan de gedragscode van de gemeente Wijchen. Pim de Ridder, oprichter van Wind in Wijchen, vertelt over de voortgang in de gedragscode tot nu toe. Die heeft een aantal fases en in fase 1, die hebben we nu doorlopen, is vooral je project heel erg bekendmaken in die buurt. En daar zijn we vooral mee bezig geweest. Wind in Wijchen heeft nu groen licht om door te gaan naar fase 2, de bouw- en ontwikkelingsfase. De uitdaging is nu om de verschillende belangen mee te nemen en toch doeltreffend te blijven. De Ridder wil burgers en bedrijven intensief betrekken om samen tot passende randvoorwaarden te komen. Die molens die willen we graag bouwen. We willen een bijdrage leveren aan die energietransitie. Windmolens roept altijd wel emoties op, want ze zijn groot en hoog en zichtbaar. We kunnen ze niet verstoppen en we kunnen ook niet zeggen van het project komt er niet. Maar alle andere, de sociale randvoorwaarden, de economische randvoorwaarden, misschien ook wel ruimtelijke dingen die wij zelf over het hoofd gezien hebben, dat kan er allemaal in. Dus daar gaan we naar op zoek, met de mensen. Zowel wethouder Titus Burgers als Pim de Ridder zijn blij met het besluit om door te gaan met het project. In het meest gunstige scenario draaien de molens al over 2 jaar en blijven ze ongeveer 25 jaar lang energie opwekken.